Yo Dream Geezers, mijn naam is Link en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Super Mario Maker 2 video. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal en wil je meer Super Mario Maker 2 video's zien van mij? Druk gewoon op het abonneerknopje, het is gratis, je hoeft er niks voor te betalen. Heb ik al gezegd dat het gratis is? We gaan weer lekker trollmapje spelen. De vorige aflevering hadden wij de Untitled Troll Level gespeeld, heb je die nog niet gezien, linkje in de beschrijving. Maar ik wilde graag ook nog een ander mapje spelen en dat is dit mapje. This really be a Goombra moment. Mogen een bruh in de chat? Bruh. Dankjewel. Dit mapje en de vorige map zijn allemaal gespeeld door bekende grote Super Mario Maker YouTubers / streamers. En hun spelen altijd de beste van de beste mapjes. Dus daarom denk ik bij mezelf, ik moet ook een paar van die mapjes lekker eruit pikken om zelf te mogen ervaren first hand. Want hier krijg ik altijd de beste trommomenten van. En ik zie hier een dingetje. Ik had het sowieso niet moeten pakken. Hè? Oh, waar gaan we heen? Oh, is dit... Oh, we gaan level halen. Kijkertjes, we gaan level halen. Wat zit daar eigenlijk boven? Ik ben nu dood. Ik wil het zien. Ik wil het zien. Wat zit hier? Ik wil weten wat hier uitkomt. We gaan hier naar beneden. En hopelijk valt er... Ah! Oké, wat we gaan doen. We gaan op jou springen. En zitten we hierboven. En dan zitten we vast door jou. Want die hebben een Goropie die lekker... Oh, met hij natuurlijk is een andere Goomba is dat. Dat is een Goomba die zeg maar niet eraf valt. Oké, dan moeten we op hem springen en rennen. Go. En voel. En nu gaat hij de andere kant op lopen. Waarom gaat hij de andere kant op? Waar loopt hij altijd van je weg? Hey, wel. Oh, een ezel stoot zich niet twee keer tegen dezelfde steen. Nou, nou, nou. Misschien moeten we hem wel meenemen. Nee, waarom zou je dat doen, Link? Waarom heb je dat ding geactiveerd? Dat was niet voor nodig. Hallo? Ik ben zo in de war nu al. Ik ben zo blij dat ik dit mapje speel. Oké, misschien moeten we wel iets met die Goomba Loomba doen. Ik heb geen idee. We halen hem er gewoon uit. We gaan hier zo langs. Misschien zit hier wel iets. Kan die Goomba iets met hem doen? We gaan het even oriënteren. Hij loopt gewoon lekker door. Dat is wel echt de droom. En hij valt naar beneden. En ik hoor niks gebeuren. En wat komt daaruit? Ik heb geen idee. Maar we gaan... Niet langzaam hier naar beneden. Dat gaan we dus niet doen. Ben ik softlock hier? Of wat is hier van de bedoeling? Help. Oh, ik ben dood. Misschien moeten we hier wachten tot hij losgaat. En dan in een bakkie gaat waar hij zat. Ja, gewoon lekker in een bakkie. Dus gaan we de pijltjes vertrouwen? We gaan de pijltjes vertrouwen. We vertrouwden de pijltjes. En dat hadden we niet moeten doen. Kijk, het is en blijft een trollmappie. En van trollmappies, soms moet je ze gewoon vertrouwen. Want dan doen ze een reverse op je, weet je. Dan laten ze denken van, oh, nu moet je me vertrouwen. Dan denk je, nou, ik ga niet vertrouwen. Maar dan moet je ze juist wel vertrouwen. En dat is af en toe een beetje lastig. Goed, we gaan hier... Eventjes lekker op rennen. En gaan we de pijp in? Of gaan we de pijp niet in? Want ik zie daar links zie ik een platform. En daar wil ik heel graag op. Ik stoot mijn hoofd. Wacht. Ik weet waar dat is. Wait. Oh, dat zit hier ook gewoon. Wacht. Kan ik dit ook gewoon gebruiken? Oh, yo. Wat kan ik hiermee doen? Ik heb geen idee. Wat heb je hier aan? Wat moet ik hiermee? Kan ik hierdoor hier langs of zo? Ik weet niet waarom ik dat heb. Er even dan een soort secret hadden gevonden. Maar en ik vergeet het hier weer. Oké, we gaan gewoon de pijp in. Want dat vertrouw ik. En we zijn... Oh! Soms wil je gewoon kijken wat er gebeurt zonder te reageren. Je hebt ook van die trommelmapmaakjes. Als je dus juist niks doet, dan gaat het goed. Maar dit is het tegenovergestelde hier. Als je dus niks deed, dan was je gewoon in de troll getrapt. En dan gebeurt er letterlijk wat hier. Oké, dan gaan we dus eventjes hierop hangen. En dan gaan we hier wegspringen. Toppen. Oh, wow. Als we iets langer hadden gewacht... Then we should have been dead. Oh my god, er komen zoveel makkertjes komen daaruit, joh. Holy shit. Wat een drukke parade. Wat is hier zo boven? Lijkt op iets wat ik niet zou moeten vertrouwen. Ik heb geen idee waar ik heen moet hier. Oké. Zou denken dat het ding... Trouwens, hij volgt de trail niet. We moeten dat eventjes sowieso weten. Hij gaat dat ding niet volgen. Nee. Want hij kan... Oh, hij volgt hem dit keer wel. Oh, nee. Oh, my god. Are you actually shitting me right now? Ik dacht dat ze als troll deden van... Oh, hij volgt hem niet, hoor. Haha, hij gaat ergens anders heen. En ik was op mijn hoede. Maar hij ging wel gewoon de trail volgen. Ik probeer elke keer deze map te outsmarten. Maar ik moet gewoon even dommer zijn. Ik moet gewoon mijn IQ eventjes met 50 verlagen. En dan heb ik een IQ van 3. En dan gaat het helemaal goed komen. Oké, deze komt hier bovenop gezellig met de makkers. Oké. Dit ging prima. Waar zijn we nu beland? Ik weet het niet. We zijn hier. Represent een beetje spieken. We hebben hier een mooie deur. Gaan we door die deur heen? Moeten we door die deur heen? We gaan door de
Center. En dan komen we... Sowieso is dit niet dezelfde plek. Er zit daar een spring. Ik kan jullie één ding 100% garanderen. Dit waar ik nu doorheen ga, is niet hetzelfde plekje waar we net waren. Ik kan het jullie garanderen. Oké, we gaan dit ding eventjes gebruiken. De modder sneller moeten zijn. Oké. Go. Lekker. Oké, misschien moet ik wel gedamaged worden voordat ik hier verder ga. Is dat een... Wacht, we gaan eventjes nadenken wat we moeten doen. We kunnen op dat ding springen en dan worden we... Nee, we moeten gewoon damage boosten daarnaast. We moeten gewoon doorgaan. Oké, ik weet wat we moeten doen. Ik weet wat de bedoeling is. We gaan gewoon zo. Nee, we gaan hier. Ja, ik denk dat dit de bedoeling was. Ik hoop dat dit de bedoeling was. We gaan hier ook even boven. Gaan we hier boven kijken? We gaan nieuwsgierige jongen zijn. Oh nee, dat hadden we dus niet moeten doen. Of was dat wel de bedoeling? Ho. Hallo. Oké, we hebben blijkbaar een checkpoint. Hoe kom ik aan deze checkpoint? Hallo, ik wist niet dat ik een checkpoint had. Sinds wanneer heb ik deze checkpoint? Ik wist niet dat ik een checkpoint had. Ik had het niet gezien. Wat is dit voor gekkigheid? Oké, ja, moeten we hebben. Misschien vraagteken uit op teken. Maar er is wel alles gereset qua on- en off-blok. Dus ik weet niet. Oh, waar ga je heen? We hebben iets fout gedaan. En ja, we hebben iets fout gedaan. Top. Moeten we hier doorheen rennen? We kunnen daar doorheen rennen. Oh, wanneer kun je er doorheen rennen? Dat weet ik niet. Ik heb geen idee. Oké, dat ding gaan we... We konden dan dus altijd dat ding aan en uitzetten. Hier gaan we maar gewoon doorheen. En dan gaan we... Oh, we gaan ons nog dood. Ik dacht dat we dat hadden overleefd. Waarom is dit level een ding? Ik snap het niet. Oké, we gaan gewoon op jou springen. En dan gaan we gewoon... Waarom gaat die... Oh, hij volgt me dan niet als ik aan de andere kant zit. Oké. Willen we die laars hebben? We hadden de laars graag gewild, inderdaad. Maar krijgen we die? Nee, zeker niet. We krijgen geen laarsie van Larsy. In plaats daarvan moeten we gewoon de laars gebruiken om überhaupt bovenop te komen. Ja, Link, wat ben je toch slim, verstandig en goed. Maar je kan gewoon dit ding activeren en dan gaat het kapot. Zou je denken dat het hierin zit, hè? De key. Dan gaan we het ook maar vertrouwen. Oeh. Oké, we denken niet dat we de key kunnen pakken. We pakken de key niet. Oh, het zijn heel veel gozertjes. Oh my god. We gaan hem zelf niet pakken. Ben je helemaal gek geworden, joh. We gaan gewoon voelen. Oh, dan ga je dood. Oké, we springen dus op jouw hoofdje. Dan komen er tientallen miljoenen van die dingen uit. Dan gaan we door deze deur. En dan gaan we omhoog drukken bij de Goomba. Want dan gaan we niet dood. Ja, oh, we hebben hem. We hebben hem gekild. Lekker gozertje. En we gaan niet springen. Oké, we gaan wel springen. Oké, dan zou je weer denken dat we hier hetzelfde moeten doen. We gaan gewoon één keer doorspringen. Wat? Waarom ging dat dood? Oké, dan springen we hier gewoon overheen misschien een keertje. Nou, ziet er goed uit. En bij jou? Wat gaan we bij jou doen? Ik vertrouw het allemaal niet. Weet je wat? We gaan het allemaal gewoon lekker met rust laten. Wacht eens even. Daar komt de bloem dan anders ook in, hè? Wacht eens even. Misschien kunnen we de bloem nog krijgen. Ik denk trouwens niet, want het is nu veel te... Ik kom nu minder bij de bloem. Heb ik de bloem nodig? Ik moet hem hebben. Shit, are you kidding me? Is dit een softlock? Of zit ik... Ik zit niet vast, nee. Oh, misschien kan ik hem swingen. Misschien kan ik hem wel zo raken. Ja. Yes. Oké. Niks aan de handje. We deden het blijkbaar. Op een bepaalde manier deden we het goed. Maar nu is de vraag, wat nu? We kunnen hierin lopen. Dit ding. Hier komt niks uit. Dus dan moeten we. We hebben niks anders te doen dan dit ding raken. Oké. We zijn meteen hierheen gegaan. Want ik voel alsof het niet... Oh my god. Mijn leven. Die flitst er voorbij. Oké, ik zie daar een checkpoint. We hebben het verneukt, hè? Door niks te doen, hè? Yep. We hadden gewoon moeten committen. Nee, de boot! We hadden gewoon moeten gaan. Ik wil legit weten hoe sommige trolls echt in elkaar zitten, joh. Want bij de meeste van deze, al deze trolls die hierin zitten, heb ik geen idee hoe het werkt. Ik weet trouwens niet hoe ik dit heb overleefd. Ik had al lang dood moeten zijn daar. Maar ze zijn zo fascinerend, al deze trolls. Ik heb gewoon eventjes geen idee hoe de meeste dieren van werken. We springen niet op jou. We gaan op jou springen. Oké. Dan... Is dit fout? Nee, dat is prima. Dit kan nog gebeuren. Dan sweepen we. Zo. Oh mijn god. Dat scheelde niet veel. Het scheelde een haard. Weten bij deze... Dan moeten we zo. Oh, oké. Dat ging prima. Zo.
Oké, dan gaan we hier meteen naar binnen. Want er komt onder zo'n gozer naar beneden vallen. En we rennen. En we rennen. En we hebben hem. Checkpoint get. Ja, sock on that. Sock my freaking cock. You can do anything on me, baby. Oké, we hebben de checkpoint. Daar ben ik heel blij mee. En we gaan rennen. Ik heb geen idee waarom. Ik weet niet. Waarvoor renden we? We zullen het vanzelf wel zien. Dit is heel gevaarlijk. Oh. Nou, die kan... Ik moet de pijlen niet geloven. Hier kunnen we wel rennen. Zo, dan gaan we jou wel lekker juken. Juke. Oh my god. En nu springt hij wel. Waar sprong die guy ineens wel? Ik snap het allemaal niet meer. Goed, we gaan hierheen. Jij bent een gevaarlijk gozertje. Jou gaan we... Ik wilde jou neermaken, anders zaten we vast. Kom, Linky Stinky. Oké, Linky Stinky. Ja, prima. Waarom zou ik eigenlijk Linky Stinky? Dat is altijd wat Jones zegt. Jones zegt altijd Linky Stinky tegen mij. Stiekem wil ik daar gewoon mee zeggen dat ik Joost mis. Oh my god. Man, is het elke keer anders wat daar gebeurt. Ik snap het allemaal niet meer. Maar ik wil gewoon eerlijk zeggen, ik mis Jones af en toe wel hoor. De gozertje, dat het er... Nee. Dat gaat niet gebeuren. Ik zag daar water vallen. En dat zijn ijsparticles. Oké, ijs valt. Dat is prima. Kunnen we misschien ook hier omhoog komen? Nee, dat kan niet. Maar ik zie wel allemaal dingetjes daar staan. Dus misschien als we... Nee, als we niet geloven, dan komen we er niet. Dan moeten we gewoon maar rennen. En de bom geloven. Dat ding gaat ontploffen. Ik had niet op de bom moeten staan. Oké, dan gaan we hierheen. En... Oh, ja, dat ding moesten we hebben. Want ik zag er een hint staan. En then we're free. We're free. En dat ding is opgeblazen. Are you actually shitting me right now? We hadden misschien eerst dat ding moeten pakken. En dan... Dat ook niet. Waarom zou je dit doen? Oké, dus hier ben je veilig. Dan gaan we hier al springen. Dan gaan we... Oh, want hij heeft al... Oh, mijn god. Oh, ik was even weer in de stress. Dan komt omdat die manje daarop sprong. Dat was de reden waarom die was ontploft. Ik wilde net zeggen, ik snap het al niet. Dus dit is een indicatie van... Hey, hier, gozertje. Hier kan je staan. En denk ik, dankjewel. Gogepie. Goed, we gaan gewoon. Nee. Oké. We moeten gewoon wachten tot de bom weg is. Dan gaan we hierin. En dan gaan wij hier op spreken. Ik weet het niet hoor. Ik vertrouw dit allemaal voor geen meter. Nee, in één keer kan je hem niet halen. Dus we moeten wel zo. En dan halen we het alsnog niet. Er zit een spring onder. Oké, ik heb het een beetje verpest hier. Maar als het goed is, kan ik nog steeds door de deur. Oh, ja hoor, lekker. Die lekkere goochempies. Oké, ik weet dat hier een spring onder zit. Ik weet dat jij hier een spring onder verstopt. Moet je niet meer doen. Vind ik niet zo leuk. Top. Zijn we bij de finish? I would really, really, really... Nu zit er geen spring onder. Wedden van... Oh, er zit er een B-switch onder. Are you actually shitting me right now? Wat dus is spring... Painty Swincy, want we redenen. Je kan hier gewoon. Oh, je kan naar links gewoon chillen billen. Oké, en dan moet ik niet mijn kop stoten. Derde keer scheepsrecht. Zeggen ze er altijd. Oké. Dus dan moeten we. Met deze moeten we gewoon een beetje oppassen. Dat we het niet verpesten. Zo. Oh my god, are you actually. Nee, we moeten gewoon niet onderlangs. Oh, Wat is dit? Ik heb geen idee. Dit ging per ongeluk, hè? We zijn nu naar boven. Ik denk niet dat we jou moeten raken. Ik ga het ook gewoon niet doen. Ik voel me ook niet comfortabel bij. Hier hebben we levens. Willen we die levens? Ik zie daar de vlag. Dit gaat een troll worden, hè? Ik zie daar de vlag. Ik wil daar boven komen. GG, ik vertrouw jou voor geen meter. No. Gozertje, wij pakken de bovenkant van de vlag. No trolling today, baby. No trolling today. Waarom gingen al die dingen ineens daarheen? Ik heb geen idee. Maar het level, je verdient zeker weten een likey. Verdient dit videootje ook een likey? Laat eventjes weten in de reacties. En zo ja, doe dan gewoon lekker zo'n duimpje omhoog natuurlijk. En hiernaast kun je ook twee andere leuke video's aanklikken. Op me abonneren en wat merchandise verkrijgen. Zoals deze muts. En ik zie je graag terug bij een nieuwe Super Mario Maker 2 aflevering. Ik zeg nog maar één ding. Dat is later.